Ik ben kunstenaar geworden. Waarom? Ik denk dat ik nooit anders heb gevoeld als dat ik... Ik weet niet of ik het kunstenaar wilde doen, maar ik wilde in ieder geval iets doen wat ik in mezelf voelde. Iets maken. Omdat ik toch het gevoel had dat ik anders naar de dingen keek. En het is al vrij jong was ik, dat dat gevoel er was. Van, ik vind altijd veel kunstenaars die moeten uitleggen wat ze, waarom ze kunstenaar geworden zijn. Dat is heel moeilijk. En het is een soort muze bijna die in je zit. Een ding. Waardoor je bij jezelf opmerkt, ik kijk anders. En dat zie je al aan je tekeningetjes op de lagere school. Die maak je toch anders. Daar doe je net weer wat bij. Iets extra's. Je ziet sneller perspectief, je hebt sneller het gevoel van een blaadje bij biologie bijvoorbeeld. Of als je voor het eerst in de derde klas zit van lagere school, weet ik nog wel. Dan hadden ze het over een boom en dan teken je die boom gewoon automatisch. Terwijl andere kinderen daar alleen maar naar luisteren, naar die juf in die zin. En dat het iets heiligs was, dat kwam helemaal niet meer op. Het is alleen de verbeeldingen, dat gaat pas later komen. Want dan merk je ineens dat een schilderij kan je maken en dat gaat in een lijst. Maar dat is dan in eerste instantie gewoon dat schilderij in die lijst en degene die het gemaakt heeft. Dus ik denk dat ik kunstenaar wilde worden. Ik wilde verbeelder worden van dingen. Fantasie gebruiken. Dat is wat ik het eigenlijk het meest duidelijk vind om dat op die manier uit te leggen. Dus, nu natuurlijk gewoon fotografie. Computer, laptop. En vroeger potlood. Potlood gebruiken omdat het bijna een soort handschrift is. Je kan je ontzettend concentreren. En door de herhaling van al die emmetjes die ik maakte. Een emmetje is eigenlijk een sprongetje. Je komt los van de aarde, je bent ergens en je gaat weer terug. Heb ik hier, zeg maar, constant herhaald. Het is heel vroeg werk, uit 1979. Zat ik eigenlijk nog in de Delftse school. Voor mijn gevoel. Heel belangrijk geweest als basis. Om mijn eigen vorm te vinden. Dus deze herhalingen die ik maakte, die verplaatste ik eigenlijk door een pootje aan toe te voegen naar een sculptuur. Dit emmetje. Dit sculptuur, dat was 4-5 meter hoog van hout, van stammen. En die stammen die zet ik dus neer overal in landschappen, vooral in Frankrijk, omdat ik toen veel in Parijs zat in mijn atelier. En met dit sculptuur ben ik eigenlijk voor het eerst films gaan maken. Ik heb er op een gegeven ogenblik, werd dus de film ging dienen die ik van dit ding maakte in dat landschap als decor voor een ballet. Dus ik zag er ineens een persoontje voorkomen. Die bewoog voor mijn M. Wat eigenlijk overbleef na dat hele avontuur is dat die vrouw die bewoog voor die film. Dat vond ik zo'n prachtig iets. Ben ik die vrouw gaan fotograferen. Eigenlijk weer heel academisch. De vrouw gaan fotograferen. Een model. Maar ik zag wel het model door die bewegingen die ik zag in die balletten en dergelijke. Ik moest geen foto's gaan maken van een vrouw en dirigeren hoe ze zou moeten bewegen. Ze vertelden gewoon hun eigen verhaal. En dat is het verhaal eigenlijk ook van mijn model, Lisbeth Odilia. Deze foto's die ik hiervan maakte, waar zij model voor stond, dat is eigenlijk weer een beetje geworden als wat ik wil verbeelden in deze mediasculptuur. Hier zit de data in van het leren, waar ik eigenlijk niet van begrijp wat er gezegd wordt, als een soort taal, naar dit toe. Dit is eigenlijk het nieuwe archief. In deze sculptuur zit alle data van alle foto's die ik heb gemaakt met het model. Alle foto's hebben geleid van deze data die hierin zitten, hebben geleid tot het maken van een film. En de film, daar reis ik nu mee door Europa. Dus de film is eigenlijk geen materiaal meer wat ik kan aanraken. Ik moet het overlaten aan de computer, de vertoner,
De beamer. Het zijn eigenlijk pixels geworden. Dit zijn ook pixels die een verhaal vertellen. Dit zijn pixels die een verhaal vertellen. Dat is waardoor eigenlijk alles gaat zoals het gaat. En het materiaal wat ik kies, het is een tijdloos materiaal. Dus vanaf het potlood met de grafietpixels naar eigenlijk de pixels van data die van iedereen zijn en overal rondzweven. Voor deze twee werken heb ik gekozen. Het gezicht op Delft van Vroom. En het eigen gezicht op Delft van mij. Vroom is de man die ook buiten Delft ging zitten. Om een goed zicht te krijgen op Delft als amorfe vorm eigenlijk. Uit die vroege middeleeuwen daar naartoe gekomen. Ik leef nu. En ik heb met mijn materialen, fotografie en herhaling, dat gezicht op Delft gemaakt. Het een heeft wel met het andere te maken, want Vroom zag ik als klein jongetje. En toen dacht ik, ik wil wel een gezicht op Delft maken voor deze tentoonstelling, die 1997 was in Prinsenhof. Maar dan een eigen gezicht op Delft. En mijn bagage was fotografie te gebruiken van de muze. Ik kwam net terug uit Parijs, maar ik dacht wel, ik ga mijn eigen gezicht op Delft maken. Maar daar gebruik ik dan in plaats van wel een fotoreeks van de skyline. Dat is inmiddels ook al afgebroken, dus het is eigenlijk alweer historisch. En dan met de repetitie van het model gewoon in een toren gezet en dat het gezicht op Delft genoemd. Mijn gezicht op Delft. Kunst in de maatschappij, kunst voor de maatschappij. Dat is net zo belangrijk als wolken er zijn, vind ik. Het wordt volledig onderschat, verzakelijkt, wordt gebruikt door de commercie. Maar het wezen van kunst is natuurlijk niet te grijpen. Ook nooit te pakken en ontdekt zichzelf ook elke keer weer. Kunst wordt door kunstenaars gemaakt of door mensen die iets willen verbeelden. Dat kan kunst worden. En dat kan een maatschappelijke functie hebben. Dat zie je natuurlijk heel veel bij decoraties, bij architectuur. Ik vind nog steeds kunst, kunst wat gemaakt wordt, dat is iets wat nog niet bestond. Het is natuurlijk een samenvoeging van materialen, waardoor er iets ontstaat wat voor die tijd nog niet bestond. En is ook helemaal vrij van techniek in die zin. De opbouw. De elementen hebben wel de techniek in zich, maar je moet er los mee spelen om iets nieuws te ontdekken. Dat is kunst. Kunst in de maatschappij is en zal heel belangrijk blijven. Ook voor in de toekomst. En mensen zullen dat steeds meer, ook vooral Nederland, meer gaan zien als een cultureel erfgoed waarmee ze gaan leven. Maar dat wil niet zeggen dat de kunst altijd gemaakt wordt door een kunstenaar in een atelier. Dat kan op hele vreemde momenten, kan je toch zien wat er ontstaat. Ik vind bijvoorbeeld belangrijk dat alles wat er vanuit Mondriaan, wat ik een heel belangrijk kunstenaar vind, die alles ineens vanuit het romantisme, het kubisme naar strakke lijnen, echt een nuchtere Hollander, net zoals Leegwater, strakke lijnen indelen, zo'n stad New York, heeft dat aan hem aangegeven, hij heeft dat ergens gezien, dat kan niet anders. Dan komt er een enorme reeks van architecten, schrijvers en van alles wordt daardoor door geboeid. En dan ontstaat er natuurlijk een soort kunst, noem ik dan, dat gevoel wat je aan elkaar doorgeeft. De Mondriaan Schoonhoven is niet zo'n grote stap. Schoonhoven is natuurlijk ten opzichte van Mondriaan minder architectonisch, terwijl die meer architectonisch lijkt. Maar die vind ik veel mooier, wat Schoonhoven ook ooit tegen mij zei was, ik hou van de verpakkingen van bonbonsdoosjes. Dus het materiaal wat gerepeteerd kan worden. Want als je naar zijn schilderijen kijkt, waardoor ik ook zeker geïnspireerd ben door de gesprekken met hem, dat vind ik wel heel erg belangrijk om te zeggen. Maar ik dacht,
wat hij mij vertelt, dat moet ik eerst mijzelf eigen maken. Dat zou wel eens van vorm kunnen veranderen. Dus daarom ben ik wel eigenlijk van de Delftse school en van hem. Omdat hij dat repetitieve element wat je in de architectuur ziet en in de bonbonsdoosjes verpakkingen, heb ik wel meegenomen. Heb ik wel even geleerd van hem hoe dat moest. Hij zegt, je moet af en toe als een monnik leren. Door te leren schrijven, leer je je eigen grote hoofdletters maken. En die hoofdletters zijn in mijn geval de foto's geworden. Maar wel eerst in repetitie en daarna de foto op een eigen manier gaan gebruiken. En dan het antwoord op kunst in de maatschappij, dat is zo duidelijk met elkaar verweven. Je ziet het eigenlijk in alles. En of het nou door design komt, of door wat dan ook, wat ons prikkelt, dan voelen we ons toch verbonden van, hey, ik snap dat. Ik snap die citroenpers van Philip Stark. Ik snap dat gebouw. Jeetje, wat is dat een mooi gebouw. En daarmee ga je ook Picasso begrijpen, je gaat Mondriaan begrijpen, je gaat Schoonhoven begrijpen en de oude meesters. Dus kunst is als de wolken boven ons. In die vorige vraag vertelde ik door Schoonhoven, Mondriaan, kunst in het algemeen, of de bezieling, de dingen bezielen in het algemeen, dat er een abstracte vorm komt. Maar mijn werkelijke eigen inspiratie, die komt eigenlijk uit de herhaling van boeken in de boekenkast thuis. Dat vond ik als vorm altijd heel bijzonder. Dus dat, eigenlijk weet ik nu dat het gewoon allemaal data is wat opgeslagen is. Dat is heel belangrijk. Wat ik ook erg belangrijk vind is bomen, dus de natuur en zijn structuren, die vond ik ook altijd heel erg wonderlijk hoe dat in elkaar zit. Dus dat je een hand zand neemt, die kan je zo laten lopen, maar je kan hem nat maken en dan kan je er weer iets van vormen. Dan voeg je die plastic dingetjes voor op het strand en die ga je dan verlaten en dan ga je eigenlijk een soort torens maken. Dus inspiratie komt eigenlijk uit hele basic basis vormen voor mij, zoals een boekenkast en zand. In de een zit het geheugen en de ander zit ook geheugen, maar dat is een grote oergeheugen. Je raakt natuurlijk door kunstenaars geïnteresseerd in hoe zij en waar zij hun vormen vandaan hebben gehaald. En als kunstenaar, tenminste ik heb dat heel sterk gehad, dat ik toch mijn eigen verhaal wilde vertellen. Dus dan moet je diep zoeken in jezelf. En dan kom ik toch uit aan het kijken, wel het schilderen naar de fotografie. Hoe zie ik die mevrouw? Hoe maak ik die mevrouw, dat model, interessant? Hoe laat ik haar een eigen leven leiden? Net zoals op het doek in het Prinsenhof. Ik zet haar in een filmische herhaling. Zodat zij niet meer het model is, maar als beeld gaat zij gewoon een eigen beweging krijgen. Dus zij is niet meer van mij in, zij is het niet meer.